James Wade is zeer bezig met iets wat in het publiek aan de hand is. Er is wat aan de hand bij die walk-on barrière daar aan de zijkant. Maar goed, dat zullen we ongetwijfeld niet in beeld krijgen. Ook na de eerste partij van vanavond die ze beide al speelden, staan ze 1-2. Michael van Gerben, zijn eerste wedstrijd, gewonnen met 7-3 van Phil Taylor. Gemiddelde 103,9. James Wade, zijn eerste wedstrijd, gewonnen met 7-2 van Adrian Lewis. Gemiddelde 103,9. Het zit dicht bij elkaar. Dit zijn de twee beste spelers uit de Premier League van dit jaar, tot nu toe in ieder geval. Dat durf ik wel te zeggen. En ja, wat gaat het dan winnen? Het zijn de kleine dingen. Van Gerwen, als die eenmaal los is, heb je het idee, dan is er niemand die hem bij kan houden op dit moment. Ja, James Wade, die weet wel op de absolute piekmomenten de juiste dingen te doen. En dat zou dus een hele mooie partij moeten kunnen geven. Dat werd het in ieder geval de eerste keer dat ze elkaar troffen in deze Premier League. Ja, dat was in Glasgow, 2 weken geleden. Dat is de eerste van een serie van 3 overwinningen voor James Wade. 7-4 werd het. Wade was 7 uit 11 op zijn dubbels. 30. En daar zaten finishes bij van 135, 134. En de laatste waarmee hij de partij afmaakte was er even 130. Ja, Wade in optima forma. 100. Wade die toen een gemiddelde van 98 had, van Gerwen 104, maar dat was dus niet genoeg. Wade heeft tops overgelaten in de eerste leg. Dat heeft hij voor elkaar gekregen na 15 darts. En ook Van Gerwen heeft een dubbel overgelaten na 15 darts. En daar mag hij aan beginnen. Dat is toch wel verrassend. Want je schrijft hem eigenlijk al op voor Wade. Maar ja, dat doe je dan ook weer voor Van Gerwen. En zo houden ze wat dat betreft elkaar ook weer in evenwicht. Allebei 3 darts gemist op de dubbel. Dat is 4 voor Wade. Die gaat naar dubbel 1, denk ik. Nee, toch naar dubbel 2. En nu naar dubbel 1. Ja, maar dan mag toch niet verwachten dat hij daar dan nog voor terug mag komen. En dat is ook zo. Zo, als je dan die kansen krijgt en je komt er toch nog 1-0 voor als je Michael van Gerwen bent. 140. Dan denk je dat lekker. Ja, het is voor de eerste keer dit seizoen dat deze mannen 2 keer op 1 avond moeten spelen. James Wade speelde natuurlijk eerder tegen Adrian Lewis. Die wedstrijd won niet makkelijk, je zei het al Frank. 7-2, van Gerwen ook. Tegen Taylor 7-3, dat is toch ook ruim. Ja, hoe gaan die spelers daarmee om? Ik heb het idee dat Van Gerwen daar geen enkel probleem mee heeft. Die speelt als een tiener met vlinders in zijn buik, zeg ik wel eens. Ja, volgens mij zou je kan er niet genoeg van krijgen. 5 van dit soort wedstrijden. Laat hem gewoon 5 wedstrijden achter elkaar spelen tegen 5 tegenstanders hier maakt in de Premier League. Uit. Maakt toch allemaal niks uit. Ja, voor Wade zit dat toch misschien iets anders. Die is die wittebroodsweken qua Premier League wel een beetje voorbij natuurlijk. Die gooit al een paar jaar in de Premier League. En die denkt, nou, met 1 wedstrijd vind ik het misschien wel mooi geweest.
Nou, als er een winnaar komt in deze partij, wie dat dan ook is van de twee, die zet wel echt een reuze stap richting de play-offs hoor meteen. Want die komt op 16 punten. En dan ben je er bijna. Van Gerwen mist de triple 19. Maar laat keurig dubbel 12 over. Beide mannen hebben ook nog eens verreweg het beste legsaldo van iedereen. Plus 20 voor Van Gerwen, plus 18 voor Wade. 24. Dubbel 6. Ja. Net als tegen Phil Taylor komt Michael Van Gerwen ook tegen James Wade 2-0 voor. Tegen Taylor gebeurde dat via een break in de tweede leg. Brak Taylor wel meteen terug. Maar dat deed Van Gerwen daarna ook weer. Dan kwam hij nog eens 3-1 voor. Maar goed, dat was die partij. En dit is de actualiteit in Sheffield. Fantastisch, hè? Ja. Die arena. Ik ben er een paar keer bij mogen wezen in zo'n zaal. Het is echt ongelooflijk. En dat is al een paar jaar geleden. Ik was er in 2006 bij in Bournemouth toen Van Barneveld die 39 gooide. Het zal me lang bijblijven. De sfeer die er toen was in die zaal. Aan de andere kant, als je lekker thuis voor de buis zit, dan heb je het beste uitzicht. Dan zie je alles van dichtbij. En thuis kun je ook een mooie sfeer maken, toch? 24. Laat sprekers hard aan. Surround sound. Surround sound inderdaad. 80. 58. Change required 68. Het zal 2-1 gaan worden. Dat kan toch geen twijfel leiden. 28. Nog even niet. Ja, voorlopig is Wade 0 uit 6 op zijn dubbels. 64. Doet het Van Gerwen goed. Maar 132 over. Natuurlijk had hij het beter gewild. Maar onder de omstandigheden was het het beste wat hij kon doen. Wade nog altijd geen dubbel geraakt. Nou, de negende zit erin. En is goed. Voor de eerste legwinst. Voor James Wade. Van de wereld tegen de nummer 4 van de wereld. Waarbij Van Gerwen natuurlijk de nummer 2 is. En ook de nummer 1 van de Premier League op dit moment. En Wade, de nummer 2. 100. Dus dan was Van Gerwen tegen Taylor was al een topaffiche. Hoewel Taylor die affiche niet kon waarmaken. 131. En dan is dit ook weer een topaffiche. Bijna goed. 100. Mike, we require 94. Triple 18 voor Van Gerwen. Niet gegooid. Dan gaat hij tops overlaten. Krijgt Wade de kans op 141. En een kans is een kans. Ja, en het is toch opmerkelijk. Ik weet wel dat ze heel veel dubbels hebben gemist in die eerste leg. Maar ook weer niet zoveel dat
Het gemiddelde van deze twee mannen dus anderhalf à twee uur geleden nog op 103 lag. En dat gemiddelde ligt nu anderhalf à twee uur later voor James Wade op 83. En voor Van Gerwen op 88. Maar wel 3-1 voor. Ja, dat is het meest belangrijke natuurlijk. Hoewel absoluut het slechts één break verschil is. Maar op dit moment, even in deze leg, ligt de druk wel weer bij Wade. 100. In een week die met name herinnerd zal worden door de dartvolgers als de week waarin Martin Fitzmaurice afscheid neemt van de internationale dartpodia. Hij heeft zich teruggetrokken van alle BDO-toernooien die er nog komen gaan. Dus gaat daar een opvolger komen, ongetwijfeld. Dat betekent dat we toch afscheid nemen van een icoon in de dartsport. Jaren, nou 25 jaar of langer zelfs nogal, was hij de stem en het gezicht van Lakeside. 58. Maar hij stopt dus per direct. Met Van Gerwen op 140. Maakt Wade er toch maar even 3-2 van. 140. En gaat het dan nog losbarsten hier in Sheffield? Dat is dan een beetje de vraag, want dat verwacht je wel. We hebben er toch een paar prachtige partijen op rij hier op het podium staan. Dan denk je, nou, dit wordt vuurwerk. Het blijft een beetje uit vanavond. Van Gerwen natuurlijk supergoed tegen Taylor, dat wel. Daarna valt het een beetje stil. En ook deze mannen kunnen elkaar niet echt optrekken naar een superniveau. Kijk, dit hebben we nodig. Beetje 180ers, altijd lekker voor de sfeer. Iedereen even op de banken, benen gestrekt en dan kunnen we verder. Wat niet eerst kan nog komen natuurlijk. Als het gaat om spektakel. Kijk, James Wade op 162 erachteraan, drie keer triple 18. Kijk, dat zorgt een beetje voor de sfeer van Gerwen via de 20 naar dubbel 5. Die gaat er dan niet in. Net te hoog. En dan kan Wade toch weer op gelijke hoogte komen. Een beetje sneaky bijna. Triple 20 en dubbel 10. Nee joh, verder naast. Dat zie je ook aan zijn gezicht. Waar ging die pil dan naartoe? Weer net te boven. En nu zit hij erin. En nu is het geen 3-3. Maar 4-2 voor Michael van Gerwen. Dus heeft Wade die ene break die Van Gerwen pakte in de eerste leg nog niet goed kunnen maken. 16. Vier keer tegen elkaar gespeeld tijdens een televisietoernooi. 114. Drie keer ging de winst naar Wade. Waaronder dus de eerste ontmoeting twee weken geleden. Die ene overwinning van Gerwen. Ja, die telt wel het zwaarst. Dat was op het WK. In de halve finale toen won Van Gerwen met 6-4 met die 9-darter. En daarachteraan bijna nog een 9-darter. Iets wat nog nooit vertoond was.
En de manier waarop Van Gerwen het gedaan heeft, was eigenlijk ook nog nooit vertoond, denk ik. Hij gooide hem dan wel niet. 85. Ja, je vraagt je af of iemand dat nog gaat doen. Ja, als je 17 perfecte darts achter elkaar kan gooien, terwijl het er voor Van Gerwen eigenlijk 19 waren, want dan was de leg daarvoor ook nog geëindigd met twee trippels. Ja, waarom zou je dan niet 2-9 darts achter elkaar kunnen gooien? Het kan wel, maar ja, het is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Het is ook wel op zo'n wedstrijd moet ook wel een bepaalde druk staan om tot zo'n prestatie te komen. Van Gerwen voor de tweede break en 5-2 voor. Nee, nog niet. Maar langzaam maar zeker ziet het er wel wat makkelijker uit. Gaat het gemiddelde ook de 95 voorbij. Om uit te lopen heeft hij een extra dart nodig. 114. En krijgt Wade wel de kans om zijn eigen leg veilig te stellen vanaf 114. Dubbel 17 nodig. Oeh, het scheelt niet veel. Maar vanuit Hollands oogpunt scheelt het net genoeg. Dubbel 2 nu voor Van Gerwen. Dubbel 1 voor Van Gerwen. Dubbel 1! Oei! Niet tevreden, maar wel 5-2 voor. Wel Wade voor de tweede keer gebroken. Ja, Van Gerwen zal niet happy zijn met zijn gemiddelde misschien. Maar ja, als je 5 uit 17 op je dubbel schoot, je staat toch nog 5-2 voor. Dan kun je niet anders dan tevreden zijn natuurlijk. Zeker tegen deze tegenstander. Ja. Ja, wanneer is de laatste keer dat we James Wade 2 uit 11 op zijn dubbels hebben zien gooien? Oeh. Dat kan ik me niet meer herinneren. 96. Ja, ik weet dat hij tegen Van Gerwen in die partij was hij dus 7 uit 11. De week daarna in Brighton tegen Anderson was hij 7 uit 8. Hoeveel hij vorige week tegen Lewis was, heb ik even niet paraat. 42. Maar het zal niet slecht geweest zijn, gok ik. Ook 7 uit 8. Dus hij gooide de laatste paar weken zijn dubbels aardig. 43. En dat is een understatement. En je ziet bij Wade bijna dat hij denkt van, nou, het zit daar nu niet meer in. Ik laat het ook maar lopen. 140. Dan weet Van Gerwen dat hij volgende week weer twee keer aan de bak mag. Dan in Dublin in de O2 Arena. Even kijken wat hij met die 82 doet. Hij gaat naar tops. 62. James Rickwire 120. Volgende week tegen Van Barneveld en tegen Lewis speelt Van Gerwen. Wait, nog even naar dubbel 11 voor een 124 finish. 102. Nee, nog even niet. En helemaal niet. Helemaal wel, 6-2 voor Van Gerwen. Dat is een punt. In de zak. Het derde punt van vanavond al. Voor Mighty Mike. Ja, daar zou je op voorhand al voor tekenen, denk ik. Als je weet dat je tegen Taylor en Wade mag. Of moet. En als je dan al 3 punten mag opschrijven, die pak je. Maar ja, als je 6-2 voor staat, ga je geen genoegen meer nemen met 3 punten natuurlijk. En ja, hij gaat de koppositie verstevigen hoor. En flink ook, want kijk, Wade staat nu op plus 14 legs. Van Barneveld op plus 13. Dus als Van Gerwen deze leg ook nog wint, dan gaat Wade naar plus 13 toe. En komt Van Barneveld op een gedeelde tweede plaats. Dan staat Van Gerwen wel heel ver bovenaan. Met name kijk eens naar zijn legsaldo. Plus 24 op dit moment. Dat is wel heel ruim. Taylor in de problemen. Op de vijfde plek. Want die heeft toch een achterstand opgelopen. Niet op Thornton. Dat is 1 puntje gebleven. Maar de mannen daarboven zijn toch even uit zicht. 135. James Rick Warren 19.
50. James require 40. 6-3. 10th leg is Michael to throw first. Game on. Nou, Michael van Gerwen en James Wade gooiden in hun eerste partij respectievelijk 5 en 6 keer 180. Wade 5 keer in 9 legs, van Gerwen 6 keer in 10 legs. We zijn nu 9 legs onderweg. En we hebben wel geteld 180 op het bord staan 96. Voor van Gerwen. Het blijkt dus toch lastig te zijn om twee partijen op één avond te spelen. Ik kan niet tot een andere conclusie komen. Hij is ook niet helemaal tevreden van Gerwen. Maar goed, het kon dit jaar niet anders. De 14 data waren al vorig jaar vastgesteld. Het deelnemersveld is naar 10 uitgebreid. Ergens in januari of eind december, zo u wilt. Het zou me niet verbazen als we volgend jaar wel met 10 spelers doorgaan. Maar dat de Premier League nog 2 weken verlengd gaat worden. En dat na die cut-off van 9 weken we gewoon 7 weken erachteraan plakken. En dan nog de finales. Wade als eerste op een finish in de leg van Van Gerwen. 105. Die is om Van Gerwen te breken. Via tops. 85. Ja, die loopt nog niet heel lekker vandaag. Althans niet in de laatste helft van de avond. Van Gerwen is voor de wedstrijd naar triple 20 op zoek. Maar ook die gaat er niet in. 59. Nou, in ieder geval heeft Wade van Gerwen nu een keer gebroken. En als hij deze leg ook nog houdt, is het verschil nog maar 1 gewonnen leg. Ja, Wade mag nog steeds hoop op een punt. Ja, en hij weet in ieder geval dat hij tweede blijft na deze week. Volgende week de O2 Arena in Dublin. 9000 man kan daarin. Het is een prachtige zaal, een amfitheater, waar het zeer luidruchtig zal zijn en we zijn daar volgende week live bij op RTL 7 en we hebben dan een paar prachtige partijen natuurlijk. Hè? Van Barneveld gaat spelen tegen Van Gerwen en Van Barneveld gaat spelen tegen Taylor. Dat zijn toch twee topaffiches. Van Gerwen speelt dan ook nog een keer tegen Lewis en dan heb ik die andere wedstrijden nog niet eens genoemd, maar er zijn er 6 volgende week, 6 partijen. 60. Hamilton nog tegen Taylor, Thornton tegen Wade en Whitlock tegen Hamilton. Dan heeft hij het hele programma van volgende week. En kijk eens naar James Wade die zich toch weer terug weet te vechten in deze wedstrijd. Omdat Van Gerwen meer en meer op zichzelf begint te schelden. Ja, in het Engels meen ik te horen. Ja, dat krijg je hè, na 10 weken Premier League. Ja. Dan denk je in het Engels al zo wat. Unbelievable. Nou, is het nu Wade. Genoeg geweest? Van Gerwen 99. Met 19 gegooid. 2 keer tops erachteraan. 59. Nee. Om er toch nog 6-5 van te maken.
toch nog 6-5. 12th and final leg, it's Michael to throw first. Game on. Dus dan moet het nu gebeuren voor Van Gerwen. Laatste leg, hoe dan ook, van deze partij. 35. Qua spektakel 42. Was het geen oranje avond. Qua resultaat kan het dat natuurlijk wel worden. We kunnen hier met 100% wegkomen. 139. Eén overwinning voor Van Gerwen staat er, eentje voor Van Barneveld. En nu? Nou, dit ziet er wel ineens weer goed uit dan deze leg. Hè? Toch twee beurten met twee trippels. Even de concentratie terugpakken. 91. Triple 17. Die is weer lekker meegenomen. En dit is pas de eerste 180 voor James Wade in deze partij. Is die te laat? Je denkt van wel. Van Gerwen gaat tops overlaten. 96. En Wade had die maximale score, maar die levert hem geen finish op natuurlijk. En hij kan de druk op Van Gerwen nog een beetje opvoeren. Van Gerwen voor de winst. Tops, tops, tops. Michael Van Gerwen zal nog minder tevreden zijn dan na zijn overwinning op Taylor. Waar nog wel wat schoonheidsfoutjes in zaten. Dat was een mooie overwinning met een goed gemiddelde. Deze partij was het allemaal een stuk minder, maar toch weer de winst voor Michael Van Gerwen. Zijn tweede overwinning op het podium ooit op James Wade. 7-5.